Hallo, welkom bij een nieuwe video. Ik ben gisteren gaan winkelen naar Roeselare en ik heb een aantal dingen gekocht en ik ga jullie deze nu vertellen. Als eerste kocht ik dit superleuke schriftje. Wauw, deze kocht ik bij Big Bazaar. En die heeft gewoon lijntjes. Als tweede kocht ik dit superleuke bed. Dekbed overtrek. Het is zo'n omkeerbare versie. Dus de ene kant is wit en de andere kant is grijs. Bij Aldi kocht ik deze, want deze is echt super lekker. Het zijn hazelnootpasta en broodtrengels. Een beetje echt winkels door elkaar. Dit zijn krijtstiften van Big Bazaar. En deze heb ik gekocht om op een raam te tekenen. Maar ik weet nog niet of dat gaat lukken. Let's hope. Ook kocht ik dit Black Head Peel-Off Mask. Ik vind dat gewoon super handige maskers. Ik kocht een flanellen bed overtrek. Dus deze wordt echt super, super, super zacht. Allee, ik denk dat het flanel is. Voelt zachtjes. Ja, flanel. En die heeft echt een super leuke patroon. Echt winter. Dus daarmee, dat ga ik straks op mijn bed doen, want dat wordt super fijn. Ik kocht een nieuwe Tangle teaser. Deze is van Action. En ik had gewoon graag nog een extra borstel om te gaan zwemmen. Want ik ben op mijn bek gaan zwemmen, maar steeds vergeet ik terug om een borstel boven te leggen. En nu kan deze gewoon blijven liggen in mijn zwemzak. Ook kocht ik dit facial sheet mask met charcoal en sea salts. Ik kocht een badmuts bij Decathlon. De enige badmuts die mij nog een klein beetje paste. Gewoon omdat mijn haar niet altijd in kleur zo doordrenkt zijn. Ik kocht deze super lekkere snoepjes. Deze komen uit Lidl, denk ik. Nee, ook uit Aldi. Zure tutjes. En dan zijn die chocosticks misschien uit Lidl. Mijn excuses. Ook kocht ik bij de Decathlon een zwembril. Gewoon omdat ik dan echt nog een extra zwembril heb. Die hebben een anti-fog laag. Ze reflecteren UV. En ja, eigenlijk gewoon een standaard zwembril. Ik kocht shampoo omdat ik graag een goedkopere shampoo gebruik in het zwembad als ik mijn haar was. Als ik niet zwem met much. Ik kocht deze heerlijke mega roulette. Ik kocht er eigenlijk twee van Haribo. Maar dit is de enige die nog overblijft. Dit handige en super toffe notitieboekje. Ook met lijntjes. Maar tegen de spiraal, dus dat is ook wel handig. En nog notitieboekjes. Hier zitten er drie in. Met streepjes. Met andere streepjes. En even kijken hoe dat de middelste heeft. Nog andere streepjes. Eerst staat er Nose Up, Be Mine en Love. Super schatte notitieboekjes. Even prijzen van de drie. Het A6 schrift was €1,49. Het Peel of Mask was €1,99. De krijtstiften waren 99 cent. Het A5
5 het schrift zonder spiral was 1,20 euro. Het notebook met spiral was 1,99 euro. Zo, dit was het dan. Bedankt voor het kijken naar deze super korte shoplog. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doedels!